R tot de O, het is gewoon Rarko. Hoe ik naar jou zo kijk, jij lijkt me een boy, je bent vader. Klopt man, broeder. Je hebt goede mensenkennis. Eerlijk, hoe oud zijn je kinderen? Ga ik niet over uitkomen op camera, man. Nee. Maar eerlijk, misschien een. Wat vind je ervan dat mensen tegenwoordig hun kinderen slaan? Ik zeg heel eerlijk, ik heb ook gewoon polypen gekregen vroeger. Ja, man, bro. Waar heb je die polypen gekregen? Gewoon eerlijk. Gewoon op de billen, man, bro. Over 5 jaar ben je 18 jaar. Stel je voor, je bent een hele trotse vader met 5 kinderen. Ja? Oké, 3. Ja? Mm-hmm. En je kinderen zijn een beetje stout tegen jou, hè? Hoe ga je het oplossen dan? Weet ik niet, man. Nee? Je probeert erover na te denken. Hoe ga jij die situatie oplossen? Straf. Straf? Telefoon afpakken. Telefoon afpakken, wat nog meer? Geen tv. Geen tv en nog eentje? En niet naar buiten. Mag je wel geslagen worden door je ouders? Ja, tuurlijk. Mag. Ja? Ben je ook ooit geslagen? Ja, door mijn ouders. Veel. Noem even een situatie hoe je werd geslagen. Breng ons mee naar het verhaal. Ik ga een verhaal vertellen over mijn oom. Hij heeft mij een keertje geslagen in Syrië. Kom eens even. In Syrië. Ik ging schreeuwen tegen mijn oma. Dus mijn oom houdt veel van mijn oma. Hij werd boos. Ik en mijn broer. Hij pakt ons. Er is een boom. Hij heeft mijn benen omhoog in de touw gestrokken of zoiets. En mijn hoofd naar beneden. En hij ging mij slaan. Heb je ook scherven? Ik heb niet, man. Het is een slag geleden. Maar ik weet niet. Je fucking met je oom, waar heeft hij dat bij jou gedaan dan? Ik lach niet, hè? Hoe oud ben je? 22, net. Ik ga even iets verkeerd zeggen, maar dan moet je me corrigeren, ja? Ja, toch? Ik dacht dat je je kinderen later gaat slaan, man. Nee, man. Sterk. Waarom niet? Is geen goede opvoeding, toch? Misschien even een tikje, je toch, maar niet vijst of zo. Waar komen jullie? Van Goes. Oké, ik heb een vraag, hè? En dan gewoon eerlijk antwoord, hè? In welke stad denk jij dat de meeste kinderen worden geslagen in Nederland? Hier. Welke provincie? Zuid-Holland. Waarom denk je Zuid-Holland? Omdat veel buitenlandse mensen. Dat heb je ook in andere steden. Maar waarom denk je Rotterdam? Ja, ik weet niet. Gewoon opvoeding. En jij? Ja, ik denk het ook, man. Wat is de gekste verhaal die je hebt gehoord dat iemand werd geslagen? Chick haar haar werd eraf getrokken, man. Wat zeg je? Chick haar haar werd eraf getrokken. Het was bijna kou gewoon. En jij? Iemand was zijn broodtrommel vergeten van Skorra toch, dus hij kreeg klappen en zo. Van wie? Huh? Van zijn mama. Ja, broer. Had zijn deel ook niet opgegeten en zo, broer. Met welke voorwerpen ben je ooit geslagen? Riem, pollepel. Ja. Koffer? Ja, man. Wat verder? Strijkplank? Strijkplank! Ja, man. Oh, wat nog meer, broer? Alles, broer. En jij? Broer, afstandsbediening, vuist. Lineaal, alles, man. Hoe sta je ervoor? Hoe vind je van dat de mensen gewoon... Ze slaan hun kinderen gewoon. Kijk, ik kom van een generatie waarin die kindermishandeling dingen kan niet meer, je weet toch? Ja. Maar ja, de generatie voor mij is met de harde hand opgegroeid. Hun ouders kwamen naar Nederland, moesten corrigeren, dirigeren. Ja. Ouders kwamen uit dienst, dus dan was een wat hardere cultuur, snap je? Deze tijd is, we hebben iPad, we hebben alles. Dus kinderen, die ouders lossen het mee. Ga op je iPad of ik ga die iPad van je weghalen. Of ik neem PlayStation van je weg. Kom eens even, oké, je bent Somaliaans. Op wat voor manier worden Somaliaans kinderen geslagen? Oh broer, anders man, anders. Hoe dan? Oh joh, met kabels, alles. Hoe je kabels? Welke, die UPS? Ik heb glazen naar mijn hoofd gehad, alles broer. Hoe joh? Bro, alles broer. Kom een beetje dichterbij. Glazen? Ja, tuurlijk broer, dat is normaal broer. Ja, maar eerlijk, vind je het normaal dat je met glazen wordt geslagen? Ik kan me niet voorstellen. Broer, je wordt alleen maar sterker van man. Gewoon echt. Gek man. Ja. Oké, wat gebeurt er als je moeder of je vader tegen je schreeuwt? Wat gebeurt er? Dan raak ik geïrriteerd. Ja? Op wat voor manier raak je geïrriteerd dan? Gewoon van zuchten. Zuchten? Ja. Wat, noem eens een situatie, wat gebeurt dat jullie ooit in zo'n ding zijn beland? Een keertje. Ja, een keer, ja. Werd ik geschorst. Van school? Ja. En toen? En toen had ik ruzie met mijn moeder. Wat heb je tegen je moeder gezegd? Niks. Ik moest gewoon luisteren. En wat zei je moeder tegen jou? Dat ik beter mijn best moet doen en niet de hele tijd slechte dingen moet gaan doen op school. Ik wel, het is gewoon grappig. Heb je hulp gezocht? Ja, mijn tante, ik zei... Wat zei je tegen je tante? Ik schreeuw tegen mijn tante, kom help me alsjeblieft dit, dat. En toen kwam ze en ze zei tegen mijn oom, als je hem niet laat, dan ga ik boos. En ik kom niet meer deze huis binnen en zo. En toen heeft hij mij met rust gelaten. Oké, hoe lang is dat geleden dat je oom heeft geslagen?
Het is lang geleden, het is in Syrië. Toen was ik 7 jaar, hè. Op welke manier ga je kinderen, zeg maar, ranken van, hey, dit moet je niet doen? Op wat voor manier ga jij doen? Gewoon body geven wanneer het nodig is, toch? Oké, geef me even 2 bodies van je. 3, 2, 1, go. Nee, toch, dat kan ik niet zo gooien, toch? Eentje, geef me eentje, eentje. Ik heb geen body nu, toch? Oké. Stel je voor je kind slaat je gewoon van papa. Hij zegt geen jou in, papa, je bent al piep, piep, piep. En wat zeg je dan tegen je kind? Die grote stem, die zware stem stelt ervan. Geef me die zware stem. Nee, toch niet nu, toch? Dit is die zware stem, toch? Dat moet je niet meer doen, hè? Dat mag je niet meer zeggen. Dus kijk, sommige mensen, ze worden geslagen, maar ze zijn gewoon bang om... kijk, sommige mensen zijn bang om hulp te zoeken als ze worden geslagen. En dan gaan ze huilen in hun kamer of ze gaan naar school, ze gaan niet vertellen tegen mensen van, hey, ik word geslagen. Wat vind je daarvan? Je moet gewoon je mond open trekken, maar je moet ook weten waarom je het doet, als er echt iets aan de hand is. En als er echt iets aan de hand is, wat voor hulp moet je zoeken dan? Slachtofferhulp. Ja, je kan ook naar je echt broertjes vragen, wie je echt vertrouwt. In welke straat worden de meeste klappen uitgedeeld, denk je? Noem gewoon een straat. Bijlandselaan. Oei, Bijlandselaan. En welke... Waarom Bijlandselaan? Ik weet ook niet, man. En jij, welke straat? Welke straat? Ik weet niet. Noem gewoon een buurt. Hetzelfde. Oei, R tot de O, het is gewoon raar code.